eindeloze zandstranden, charmante stadjes, gezellige haventjes en lokale markten. De Vendée is met recht Frankrijk's meest relaxte streek. De grootste stad in het zuiden van de Vendée is La Rochelle. De bewoners van deze prachtige kustplaats zijn met recht trots. Boeiende architectuur, maar ook lieflijke smalle straatjes. De oude haven heeft indrukwekkende torens. Dit is de Sint-Nicolaas-toren, met zijn 700 jaar de oudste van de stad. Als u van boten houdt, hier vindt u een van de grootste Franse jachthavens waar u honderden jachten kunt bewonderen. Maak eens een wandeling langs de zeer oude stadsmuren. Van hieruit heeft u een prachtig uitzicht over de haven. Of slenter heerlijk door de smalle straatjes. Misschien wordt u zelfs getrakteerd op een openluchtoptreden. Iets noordelijker vindt u Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Een prachtig vissersdorpje waar veel te zien is. Er is een markt waar u allerlei streekgebonden producten kunt kopen. En de stranden zijn werkelijk prachtig en prima geschikt voor zeil- en windsurfliefhebbers. De grootste trots van de Vendée zijn ongetwijfeld de prachtige zandstranden. Langs de hele Golf van Biscayen vindt u mooie, brede en ongerepte stranden. Ideaal voor een heerlijke strandvakantie. Saint-Jean-de-Mont, eveneens gelegen aan schitterende stranden, is wat je noemt een typisch Frans stadje. Een bijzonder mooie kerk en op de markt vindt u vast wel wat lekkere verse vis of vlees voor op de barbecue. De Vendée, voor een heerlijke strandvakantie.